Ik heb er juist zitten met een wat dubbel gevoel. Aan de ene kant ben ik teleurgesteld dat het dat er geen besluit vallen is. Aan de andere kant, ja, ik begreep de zorg en de oproep van de politiek om nog eens even goed te zien. Dus dat zullen ik doen. En dan hoeveel onderzoek heeft er al geweest? Nou ja, dit initiatief rintelt zien hier. Wie is een initiatief? Toen is Friesland voor de Wien gekomen. Toen is dit op de A-lijst van Friesland voor de Wien kwam. Toen is het in 2014 tot de besluitvorming kwam. En daarna, vanaf 2016, is echt de daadwerkelijke procedure begonnen. En dan moet er weer onderzocht worden of ze net leger kunnen. Ja, ik heb het begrepen, ja. Ja. Wat vies daarvan? Ik snapte het is een behoorlijke impact, dat snap ik ook wel. Vooral dat je de getallen zou keel op papier zeggen. Ik zou zeggen, zeg ik nog eens naar de visualisaties, wat de liedseren moeten doen. Maar zeg ik vooral naar de OAR. En de keuze die de OAR daar destijds unaniem in maken had. Van wij gaan lauwer minder pjellen dan meer pjellen. En dan, als ze dan wat grutter binnen, dan nemen we dat voor lief. Hoe reëel is het om te zien naar Lietzere Wiemoen? Nou, als ze echt in een echt Lietzere geest en echt in een legere klasse komt, dan hellen ze die mega wat doelstelling net. En dan hebben ze dus hoe meer moen. Dat betekent net alleen dat de hele procedure hoe naar moet. Maar dan dus het hele proces met de OAR geweld. Want die keuze is echt bewust maken. En daar is heel grondig te werken in. Dus ja, dan moet dat wel weer onderzocht worden. Ja. Maar wat helpt dat uit? Nou ja, wij zullen zien dat we wat ons uiterste echt is. We hebben het daar bewegen kennen. Dat zullen we met de gedeputeerden op tafel leggen. En dan hopen we dat zo volle mogelijk onze verwachtingen voldoet. En dat we daarmee het besluit krijgen kennen. Wat is het gevolg van Lietzere Moen? Het echt substantieel iets vergist, dan moet het hele meronderzoek weer. En uit het meronderzoek bleek dat juist de variant met de Lietzere Moen juist minder scoren op het gebied van milieu, maar ook op het gebied van omwenners. Ja, maar dat is dus al onderzocht? Ja, varianten A, B en C in het mer, van 18 Lietzere en een middelvariant tot in Jochen Grutte, die ben onderzocht. Dan liep het haast voor de bühne. Nou, dat wil ik net zeggen. Er is wel sprake van een grote bandbreedte. Nou, en binnen die bandbreedte zijn wij zieken dat we daar in te meer te komen kennen. Hoeveel rek zit erin? Financieel is de rek er eigenlijk bijna wel uit. Althans, juist alle afspraken die maar de OAR maken binnen. En dus zoals het op yield zetten, dan keren wij 1,6 euro per megawattuur per jaar uit. De NWA-norm zit 0,4, dus wij de 4 keer de NWA-norm. Dus dat is behoorlijk riant en ik denk ik ga ze uniek in Nederland. Wij zullen toch aan de oproep van de politiek voldoen moeten. We zullen alles nog eens een keer op Nijmegen. We zitten rond en hopen dat er nog iets uitkomen kan. Maar ja, het de rek is er wel een beetje uithast. Als ik daar zei, is er eigenlijk helemaal geen rek? Die is minimaal, ja. Bleus dan toch nog positief en optimistisch? Een glas is altijd heel vol bij mij. Dus wij doen het uiterste best om te zien dat er nog wat in zit. En meer kunnen wij in het doen. Zou ik het de moed wel eens in de squan? Die zag ik het soms wel eens in de squan, ja. Want je ziet niet eens zo'n proces mooi maakt, dan word je daar wel eens wat gefrustreerd onder. En nog even voor alle duidelijkheid, want omwenenden hebben het oor. De OHR is het, hè? Ja. Ja, dat zijn de dichtstbijzijnde mensen die er wenen. Zitten die in die protestcommissies? Nou, nee. Vaak net. Het zijn echt direct omwennenden die juist net in zijn bot. Ik weet dat er gozen binnen die ik net blij ben met het plan, maar die blijven wat realistischer en daar hebben we wel redelijk vaak een gesprek mee. Maar echt de protesten zitten in de skill daaromheen. En hoe ver ben je die er al? Ja, pak een beetje 5 tot 10 kilometer van het park hoor. Ja.
En die ben echt het felst. En één ding van hun protest snap ik wel, want zij protesteren echt in de hichte van de moen. Maar ja, uit de direct omwennenden is echt de keuze. Ik maak ervan, doe dan maar zo min mogelijk pjellen, maar dan maar wat heger. Ja. Dus ja, dat. Ja, dat welke is belangen moeilijk, tellen het meest? Nou ja, op een gegeven moment zit je wel op zijn weegschaal. Ja. Ja. En de provincie zal toch gewoon zijn doelstelling voldoen, had ik. Dat liep het mij wel, ja. En sterker nog, er komt nog volle meer aan de tweede keer maar CBR. Dan krijg je het druk de komende dagen? Wij krijgen het ontzettend druk de komende dagen. Ja. Hoe is mijn onze partnerinitiatiefnemer? Vervolgens zullen we nu het nog een krijgen op het provinciehuis om daar te lezen. Alles goed juridisch onderbouwd worden moeten en verslagen worden moeten. FNP en SP cross-community litten, dus wij hebben wat te doen. Wanneer ben je erbij en steen er oren? De planning is nog steeds 2020 bouwen. Dus dan is dat parkje in 2020 wordt het dan in opgerommen en solitaire molens horen je letter. Wil je er nog in? Ik loop er zeker in, ja.